Doet me echt niks. Nee. We moeten ze even begrijpen. Open je honderd topics. Maar ik heb wel een grens. Zeg het dan maar gewoon recht in mijn, in mijn gezicht. Het zijn meestal wel die, die mensen die achter het schermpje heel stoer zijn. Op 5 november maakte het na nou bijna 10 jaar haar rentree binnen de ring. Geweldig, geweldige opkomst. Daarnaast is ze een influencer en een alleenstaande moeder, oftewel een superdruk leven. Maar vandaag heeft ze tijd voor ons en ze zit hier. Dina Gabri, welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. Ik vroeg je zojuist waarom je iets later was, maar daar gaf je een hele, hele, hele originele reden voor. Hè? Ja. Wat was de reden? Kijk, ik heb altijd honderd smoesjes, maar voor vandaag, ja, ik moest naar de kapper. I'm sorry. Ja, je moet er goed uitzien natuurlijk, ja. hè, als je een podcast hebt. Ja, die vlechtjes moesten eruit, dus ja. Ja, 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 komen we zo op. Um, ja, Dina Gabri. Wie is Dina Gabri? Ja, wie ik ben. Uh, moeder van de dochter van vier, 29. Woonachtig in Utrecht. Een echte Utrechter. Um, ja, kickboxer. En uh, ja. daarnaast gewoon mami. Yes. En een nou, influencer. En een influencer. Ja, want daar wil ik eigenlijk als allereerst mee beginnen. Uh, ik heb je als het goed is een paar weken geleden een bericht gestuurd van hé, hey, misschien kun je mij wat uh, tips geven wat betreft marketing. Dat ik daar super slecht in was. En toen kreeg ik ineens het verhaal van ja, nou, ik doe dit en ik doe dat. En ik doe zus en ik doe zo. En toen dacht ik, wacht, die heb ik in de podcast nodig. Vertel, hoe is dat allemaal gekomen? Hoe is het allemaal zo gekomen? Hoe ben jij op Snapchat zo groot geworden? Um, ja, ik, ik weet het niet. Ik begon eigenlijk gewoon mijn leven te filmen. Um, en dat, uh, dat was interessant voor de kijkers. Um, ik, had, uh, ik filmde eigenlijk bijna ook. De slechte momenten, moeilijke momenten, uh, dat filmde ik ook. Uh, het proces met mijn dochtertje met het ziekenhuis heb ik ook gefilmd. Um, dat trok ook uh, kijkers aan. Uh, heel veel bezorgde andere moeders. Um, ja, dus ik filmde eigenlijk gewoon mijn leven. Ja, dus heel veel mensen die konden zich waarschijnlijk daarin herinneren. Heel veel moeders, ook alleenstaande moeders die jij waarschijnlijk ook weer kent. En ja. Die vinden daar waarschijnlijk wel heel veel steun in. Ja, ze vonden het juist bijzonder dat ik als alleenstaande moeder uh, er toch sta en toch positief blijf. Kijk, op beeld zien veel mensen dat alles oké okay gaat, maar het is niet alles oké. Okay. Uh, achter de schermen ja, gebeurt er natuurlijk heel veel. Um, en als ik me even rot voelde, dan deelde ik dat ook gewoon. Het is niet altijd roze geuren maatschijnlijk. Roze geuren nee. Nee. Zeg ik het goed? Ik zeg je het goed. Ja, dat is en Maar ja. het, het, het is niet klopt. altijd, uh, het loopt niet altijd goed. Nee, en dat filmde ik ook. Ik filmde gewoon de momenten dat het ook gewoon slecht ging. En ja, 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 klopt. Dat Alleen, is gewoon real. Alleen staande moeder, hoe lang ben je? Dat, hoe lang ben je dat al nu? sinds haar geboorte, of sinds... ja, uh, zes weken na haar geboorte. Ja, dus nu ongeveer 4,5 jaar geleden. Ja, want jouw dochter die heeft een. Die heeft een beperking, geloof ik. Of tenminste, ja. die, heeft, die is chronisch ziek, hè? Ja, klopt. iets waar je daar iets meer over kan vertellen, misschien? Of een chronische ziekte? Of is dat een gevoelig onderwerp? Ja, het is sowieso een gevoelig nee, onderwerp. Nee, nee, maar... nee. Het is... Uh, ja, kijk, natuurlijk, ik, ik snap het uh, dat ik altijd naar het ziekenhuis ga. Ze is ja. nu acht keer geopereerd. Ja. Um, ze heeft uh, papillomavirus op haar stembanden die kanker kunnen veroorzaken. Uh, het kan ook baarmoederhalskanker uh, veroorzaken bij haar. Um, ja, voor nu tot nu toe acht keer geopereerd. Het, uh, het groeide onder drie maanden groeide het aan bij haar. Het was best wel in de agressieve vorm. Ja. Um, ik heb van alles geprobeerd, echt letterlijk van alles. Um, maar wat echt goed was, was hebbetzoda. Dus zwarte zaadolie. Mm -hmm. um, nou, soda is tegen elke ziekte behalve de dood, die gebruikte ik bij haar. En op een gegeven moment boekten boekte wij res resultaat. Je zag gewoon in plaats van drie maanden, uh, dat zij uh, om de zeven maanden werd geopereerd. Ja. Dus uh, dat, is, uh, dat is haar ziekte, van mijn uh, kleine prinses. Ja, dat is heftig. Dat is super heftig. En ja. hoe blijf jij dan zo positief? Omdat je, geen, omdat je eigenlijk beseft dat je geen keus hebt, misschien? Nee, het is een beproeving van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus ik uh, omarm deze beproeving uh, met beide armen. Ja. Um, op het begin was ik wel heel erg depressief hoor, moet ik wel zeggen. Ja. Uh, het is je dochter, het is je zwakte. Um, vooral als alleenstaande moeder. Uh, welke rol speelt jou uh, spelen je ouders eigenlijk. Uh, binnen dat. Weet je, binnen het moeder zijn van jou. binnen dat jij die moeder bent. Uh, heel veel. Uh, vooral mijn moeder. die staat ja. er altijd. Um, ook met mijn uh, trainingsproces. ze stond er ook altijd. ze ging altijd oppassen. altijd. elke dag moest ze gewoon oppassen. om half ja. acht ze stond ze er. of meestal op zeven uur. maar. Um, ook met. met mijn dochtertje. Uh, Elke operatie uh, is ze er. Dus ik ja. krijg echt uh, gigantisch veel steun. Yes. Ja. En op een gegeven moment zie je dat op Snapchat, je ziet dat je steeds meer berichten krijgt. Je ziet dat je steeds meer volgers krijgt. Ja. Wat deed dat met jou? Um, ja. Ik weet eigenlijk vrij niks. Ik ben eigenlijk gewoon mezelf gebleven. Ja. Ja, nee. Het is niet van oké, okay, je, je krijgt meer volgers. Dus ik ga Hoe vooral. Hoeveel volgers sta jij nu op, op Snapchat? Uh, 51.000. 51.000. Ja. En daarvan zijn er misschien een derde die op Instagram jou volgt. Ja. 15.000 ongeveer. Ja, 16.000 nu. 16.000, ja. Oh ja, sorry hè. 16.000. Nee, is niet erg, maar, <laughs> maar ik ben helemaal, ik was helemaal niet actief op, uh, op Instagram, ja. Ik ben echt een snapper. En, ja, dat ja. zei tegen mij. Ik ben een snapvlogger, maar dat staat ook in je bio, geloof ja. ik. Ja, dat toch? ik echt gewoon een uh, snapvlogger ben, maar ja. Je krijgt dus verschillende berichten binnen op Snapchat van mensen die bijvoorbeeld ook echt lotgenoot van jou zijn, dus ja. zich kunnen herkennen in het verhaal. Ja. Wat is eigenlijk het meest, uh, het meest heftige verhaal wat jou is bijgebleven? Is er iets waar je van denkt: van ja, dit is iemand die vertelde me dit of dat en daar kon ik me echt in herkennen? Nou, ik krijg meerdere berichten binnen. Soms denk ik echt, ja, zie mensen maar als een psycholoog of iets dat ik krijg. Echt teksten binnen, neem je daar ook echt tijd voor. Kijk, ik lees het wel als ik het zie, dan lees ik het, maar ik ben geen psycholoog. Jij ja, je voelt je een beetje ongemakkelijk bij je. Weet ja. niet zo heel goed wat je ermee moet bedoelen. Ja. Kijk, ik, ik waardeer het natuurlijk dat je kijkt en uh, dat je me een berichtje stuurt. Maar als je echt je persoonlijke verhaal vertelt. Ja. Kijk, ik, ik kan je uh, een antwoord geven vanuit mijn perspectief. Maar niet, ja. Kijk, iemand zegt: ja, Ik zit midden in een scheiding. Ik weet niet wat ik moet doen. Kan je me advies geven? Ja, ik kan dat niet. want Mijn advies is. In iedere situatie probeer. is ook anders. Toch? Ja, dus Het precies. is heel persoonlijk. Ik, uh, ik spoor geen scheiding aan of iets. Dus voor mij, het is heel lastig. Mensen denken altijd van, oh ja, uh, je bent een voorbeeldfunctie. Misschien weet je wel een um, beetje wel raad, maar ik heb dat liever niet. Want ik wil niks op mijn rug hebben. Dat ja, Dina heeft het gezegd. Ja, dat heb het ik liever is, gewoon klopt. niet. Het zijn hele persoonlijke dingen. En ja. als je daar één woord van zegt wat verkeerd valt, ja, dan ben jij juist. weer de boeman. Weet je, heb jij het weer gedaan, inderdaad. Ja. Yes! Uh, laten we even verder gaan, want uh, jij koos ervoor om na bijna tien jaar, geloof ik, weer de ring in te stappen. Mm -hmm. Waarom? Ja. <laughs> ja, jij kiest na tien jaar ervoor om ineens de ring in te stappen in een geweldig, op een geweldig event, 5 november Sportsmanisch Event in Amsterdam Zuid. Mm -hmm. En jij kiest ervoor om gewoon die ring in te gaan na tien jaar. Wat was de voornaamste reden om dat te doen? Uh, voor, mijn, uh, voor mijn kleine prinses. Ja. Om haar gewoon trots te maken. En uh, ik had gewoon voor mijn gevoel nog niet iets afgemaakt. En mijn doel was altijd kampioen worden en ooit uh, een sportschool openen. En die doelen heb ik helaas niet behaald. Um, ja, je gaat, uh, je gaat trouwen. Je geeft heel veel dingen op in het leven. Um, Is dat de voornaamste reden geweest dat je niet meer bent gaan vechten omdat je getrouwd was? Ja. Want je, voor de duidelijkheid, jij bent nu niet meer getrouwd. Hè? Nee, nee, klopt. Nee. Dus dan kun je. Wat was makkelijker keuze om de ring weer in te stappen? Ja, kijk, je, het had ook eerder gekund, maar ik zit ja. ook met een ziek kind. Um, en nu ik uiteindelijk mijn draai heb gevonden ja. met Noor. Um, het leven zag ineens anders uit. De juist, de, juist, precies. Ja. Ik uh, bekeek alles gewoon in het positieve in plaats van negatief. En. Voor mijn gevoel had ik gewoon iets niet afgemaakt en ik wou het gewoon afmaken. En het is gewoon mijn thuis. Ring is mijn thuis. Voelde ja. het, gewoon... het ook zo toen je weer voor het eerst er, erin ja. ging. Had je dan niet liever gehad dat, dat je daar misschien voor drie rondes stond? Omdat je het zo lang niet hebt gezeten? Um, Tenminste, gestaan. Kijk, aan de ene kant dacht ik van liever drie rondes. Ja. Snap je dan? Ziet men, ziet men ook gewoon van hé, hey, ja, dat is uh, zo ver Dina. Maar ja, in die, laat, in die laatste minuut, want ik heb, ik heb het teruggekeken, laatste minuut heb ik gewoon gas gegeven, en dan zag je ook Dina. Ja. ja. Maar Dina is ook voornamelijk van de show, van de marketing. Kijk, van de marketing. En ja. dan maak je eigenlijk gewoon zelf een bruggetje, hè? want jij bent mm -hmm. natuurlijk naar die hele opkomst. Ja. Hoe ben je op het idee gekomen om met zo'n opkomst te komen? Nou, kijk, ik had uh, eerste instantie had ik gewoon eigenlijk een opkomstnummer. Toen kreeg ik uh, welk nummer was dat? Uh, van Jelle Hemdewi en je Ja, ja, was het is een mooie versie hoor. Oké. Okay, okay. Ja, je daar waar ik mee opkomen. Ja. Uh, maar uh, ik kreeg te horen dat wij geen opkomstnummer mochten doen, wegens muziek, nee, rechten wegens of muziekrechten inderdaadja. Of wat dan ook. Dacht ik, oh my god, Zoveel mensen die komen kijken. Ja, ja. Hoe ga ja. ik dit aanpakken? Ja. Dus less minute heb ik uh, echt gewoon van tevoren heb ik een dakken kunnen regelen en uh, ja. En toen kwam je met, uh, met dakken. Ja. En dat was echt niet normaal. Iedereen die het aan het snappen was op Instagram en voor alles en nog wat en ik dacht bij mezelf dat dat, het was wel iets wat voorop, ja dus je moest weer creatief zijn, dat is je wel gelukt ja. door met zo'n opkomst ja. te komen. klopt. En uh, hoe erger was het dan geweest als je niet gewonnen had? Kijk ik ben al een winnaar, um kijk al wat ik heb ja, overleefd. Ja voor jezelf ben je weer Ja tuurlijk, voor mezelf. Tuurlijk. tuurlijk. Kijk, het maar is wel natuurlijk een gigantische druk. Social media ja. zijn ook natuurlijk haat die denken van oh ja ze moet verliezen en ze gaat verliezen ja. en dit en dat. Ja staan mensen op de rij om je van de klif te duwen. Dat weet je. Natuurlijk. Altijd. Ja. Zeker na zo'n opkomst. Ik vond het echt, ja. echt een waanzinnige opkomst hoor. Dankjewel. Maar dan heb je nog altijd mensen die op die klif staan om jou ja. eraf te duwen en die mm. hopen dan op dat moment dat je verliest krijg jij ja. daar dan nog meer energie van? Ja. Ja. Ik heb natuurlijk een dag van tevoren heb ik alles gelezen. Ja, ja, ja. Dus ik las alles. Het grap is, ik kwam nog een hater tegen daar. Is dat zo? Ja, en ze had nog haar profielfoto op haar, uh, op haar, uh, op haar Facebook. Mm -hmm. Had ik opgeslagen. Ja. Ik dacht, na mijn wedstrijd ga ik even alles aandachtig lezen. <lacht> <lacht> en na mijn wedstrijd, echt. Maar dat is echt Het is zo. Je hè. Tijd. je Nee, na mijn wedstrijd, ik, uh, ja. ik groette uh, mijn vriendinnen, iedereen die waren gekomen. En ik kijk zo. Ik okay. pak die foto erbij. Ik zeg. Ben jij dit? Ze zei, uh, 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 ja. Ik zei, oh, wat grappig. Ik zei, kennen we elkaar? Ze zei, uh, nee. Ik zei, oké. Okay. Dus ik pakte die screen erbij. Ze zei, ja, Dina gaat KO. Ze is te, te uh, geschrokken. Ik zei, uh. ben jij die dit heeft geschreven? Uh, uh, ja. Is geweldig. Ja, is het Want anders. voor je neus ja, piepen is mensen echt anders. anders. Ze kennen je niet. Ja, ja, Ze kennen ja, ja. je niet persoonlijk. Hoe kan je haat op iemand die je niet persoonlijk is, kent? Maar het is makkelijk, toch? Het is makkelijk om. Het is makkelijk om je telefoon erbij te pakken, mm -hmm. twee dingen te toetsen en het te versturen. Het kost je yeah. helemaal geen energie. Maar op het moment dat je iemand ziet, mm -hmm. het is hetzelfde als dat je een harde mening hebt over iemand. Maar wanneer iemand tegenover je zit, is het altijd moeilijker. Yeah. Want dan wordt er van je gevraagd van oké, okay, wees dan dezelfde persoon. En yeah. dan win je ook echt respect af als je hetzelfde bent. Hè? Mm -hmm. Dan is het ook echt voor jou van oké. Ja. Oké, nou ja, prima. Mooi onderbouwd. Nou, ik, ik snap je. Ja. Yeah. <laughs> ja man. En wat zijn, wat zijn eigenlijk de, de reacties geweest na die wedstrijd voor jou? Ja, heel veel positieve reacties hoor. Ja, ja. ja. Op een gegeven moment merkte je dat merkt op een gegeven moment die haters... Ze zochten iets om een topic te willen openen. Ze zochten iets. Maar wat kan je zoeken? Er valt niks meer te zoeken. Ze heeft gewonnen. Klaar. Ja, Deal ja, ja. with it. Want wat zijn de, de dingen die je dan meekregen Weet je, wat ze dan opzochten? Uh, om te haten? Ja, bijvoorbeeld. Uh, ik, ik heb eerlijk gezegd, uh, de topics na mijn wedstrijd heb ik niet meegekregen. Ik heb wel natuurlijk meegekregen van mijn vriendinnen, er zijn topics ja, geopend, natuurlijk. maar ze wouden me niet mee lastigvallen wat er precies in zat of wat dan ook. Ja. Ze hadden die screens niet gestuurd, maar ik weet wel waar de topics geopend ja, ja. Dat weet ik wel. <laughs> ja. Ja, 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 helemaal goed. Negatieve publiciteit is. Ook publiciteit. Precies. Ja. Ja, op ja. het einde van de dag wel hè? Ja. Op het einde van de dag want, zeker. Kom even op haatreacties, want daar zitten we nu een beetje. En die krijg jij ongetwijfeld ook. Ja, tuurlijk. Iedereen. Wat doet dat met jou? Gewoon even eerlijk. Wat doet een haatreactie met jou? Misschien één of twee niet. Maar wat doen er tien tot twintig of dertig? Kijk, even dat ik ze op een dag boom, achter elkaar komen... en je hebt al een zware dag. Met ja. Wat doet dat dan met jou? Kijk. Als ik ze voor me neus zou zien... Dat ik ze graag in de ring willen zien. <laughs> eerlijk, is eerlijk Nee, maar het doet me echt niks. Nee. We moeten ze even, even begrijpen. Open je 100 topics. Maar ik heb wel een grens. Betrek je kinderen erbij, dan, hou ik, dan trek ik echt mijn mond open. Ja. ja, ja. Heb ik keer gedaan? Omdat iemand. Ja, is... tuurlijk. Je betrek je kleine kinderen erbij. Ja. En, met en als we kinderen dat gaan normaliseren. Je bijvoorbeeld. Ja, ik normaliseer het niet op mijn, op mijn Snapchat-kanaal hoor. Echt niet. Ik, ik ga er echt tegenin. Ja. ja. Sorry. Ja. Het, is, uh, het is niet zo, je betrekt kinderen erbij en ik moet het maar accepteren. Nee, ik accepteer het niet. Net ja. zolang hoe jij je mond opent, trek ik ook mijn mond open. Ja. Ja, ja. Dus in principe doet het je echt niet veel. Nee. Maar er moet denk ik wel altijd een periode zijn geweest waarin het je wel wat doet op een bepaalde manier. Ja, je, op een gegeven je... moment heb je, boeit het je allemaal niet meer. Zeg maar. Ja, ik, eh, maar je wil één moment. Ja. Want er schiet me nu iets te binnen. Ja. Je wel, zeker wel. Uh, er was één moment, mijn um, dochtertje die werd, uh, ze werd geopereerd. En toen reageerde iemand van, ja, ze wil alleen maar bekend worden om haar zieke dochter. En dat, dat, dat prikt. Ja. Ja, natuurlijk. welke richting ga je op? Dus om mijn zieke dochter moet ik ja. Uh, ja, ja, ja. beroemd gaan worden. Ja. Of iets. Of bekend gaan worden, whatever. Wat deed dat dan precies met jou? Hoe reageerde jij daarop? Of werd je er gewoon stil van eigenlijk? Nee, ik werd niet stil ervan. Nee. Nee, nee, nee. nee ja diegene wil ik wel graag voor mijn neus hebben oh, je Op dat moment hè ik dacht, want je bleef even stil dat dus ik dacht ja ik moest opgezocht. even nadenken hoe, hoe ik dat heb <laughs> hoe ik dat heb <laughs> ik dacht je stond voor de deur ineens nee 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 ik wil diegene wel graag voor mijn neus hebben zeg het dan maar gewoon recht in me in mijn gezicht het zijn meestal wel die, die mensen die achter het schermje heel stoer zijn ja maar is, want is... hoe durf je dat te zeggen ja ja het ja. ja. blijft toch een beetje vaag inderdaad ja Yes, maar dat is een beetje ook de social media tijd waar we nu in leven. En het is het ene moment. Uh, ja, het is, dus, het is heel makkelijk om, om iets eruit te gooien. Ja, weet je? dat klopt. Maar heb jij wel, kijk, wat ik altijd denk is: op het moment dat je daar tijd voor hebt om haatreacties te plaatsen, mm -hmm. dat is niet goed, want er is iets mis bij jou, zeg maar. Er is iets wat niet in jouw leven goed gaat. Ja, ze hebben issue met zichzelf. Ja, echt. Wanneer we op een bepaalde manier toch eigenlijk een soort van allemaal, we strijden toch allemaal, we hebben toch allemaal een bepaalde strijd die we strijden met onszelf. Maar iedereen handelt daar anders in. De een die gaat haatreacties, de ander krijgt een verslaving. Maar de ander die ziet er positief in en gaat daar aan het slaven. Ze gaat het daar verrassen. <laughs> ja, ik ja, zal het daar ja, verrassen. Ja. ja, leef en... en laat leven. Ja, ik wil nog even teruggaan met jou naar Utrecht. Want jij bent hier opgegroeid, hè? Ja. Wij zijn in Utrecht. Hoe was dat? Hoe was het opgroeien hier in Utrecht? In Knijlaarland? Nee, 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 in Nieuwegein. Ja, oh, in Nieuwegein. Ja, in Knijlaarland wel. Dat was echt uh, toen ik uh, drie, vier jaar was. Ja. En toen... Uh, toen ging ik terug naar Nieuwegein. Hoe was dat? Met school en... Um, ja, best wel eigenlijk een lastige jeugd gehad. Ja? Ja, vaak gepest. Vaak gepest? Ja. Weet je ook een beetje waarom? Uh, mijn moeder was alleenstaande moeder. Um, dat accepteerde ze niet. Ik woonde in een flat. Um, multicultureel. Ja, als alleenstaande moeder moet je je maar daar zien te overleven. Ja. En ze werd vaak uitgescholden. En ik als jonge meid, die ging er veel tegenin. Wat ga je krijgen? Je gaat vechten op straat met die ja. jongens. Ik kan vaak met blauwe ogen thuis. Echt vaak. Zij werd echt uh, zwaar gediscrimineerd uh, in die flat. Omdat ze alleenstaande moeder was. Ja. Maar uh, de vader van uh, Jan Piet... zat wel bij uh, de moeder van, uh, van Jan en allemaal. Ja. Dat weer wel. Ja, ja maar ja. dat is wel de waarheid. En dan ga, ga je daar maar zien te overleven. Ja, en, en later, ja. want daar is eigenlijk ook het kickbox ontstaan. Ja. Omdat ik werd gepest, ik ging trainen eigenlijk in principe bij dezelfde uh, vereniging waar de jongens trainden. Mm -hmm. Zo bouwde ik eigenlijk respect op in de wijk. Ja. Want als ik ze nu zie, ja, Dina, heel lang geleden, hoe gaat het? gelijk weer anders. Ja, ja je creëert ja. natuurlijk op bepaalde manieren een bepaalde manier mm. een bepaalde likability, toch? Want ja. Dan kennen ze je van de Dina van toen, weet je wel? Ja. Dat is eigenlijk misschien wel de reden dat we de Dina hebben zoals we die hebben vandaag, ja. de dag, toch? Ja, een kleine witboeltje. Ja, ja, toch? Ja. Ja, want wat is nu eigenlijk voor jou uh, het voorgezet plan? Ga je nu weer, verwacht je nu weer gewoon echt actief te zijn in de ring? Of vond je dit nu even leuk en ga je even nadenken over wat de vervolgstappen zijn? Nee, of nee, nee. Wat? Ik ga mijn doelen echt behalen. En wat zijn die doelen dan? Uh, Kampioen worden. Ja. ja. Wat heb je daarin iets afgesproken? Want... Um, nou, ik, ik heb natuurlijk wel met mijn trainer gepraat. Ik ja. zei van ja, ik wil wel mijn doelen behalen. Dus is, is kampioen worden. En dan zien we wel. Ja. En hij zei, ja, je gaat zeker stoppen. Ik zei nee, nee, echt niet. Ik zeg, ik wil echt kampioen worden. En dan. Je bent echt terug. Ja. Ja. Want je hebt nu zeg maar die eerste wedstrijd gehad. Weet je wel. Je zou echt bijna kunnen zeggen van ja, totaal geen ringroest of iets. Jawel voelt... hoor, jawel. Ja, je, je zag de, keer, de eerste 20 jaar of zo, toen je er was in de ring? Ja, zoiets. Ja, wel, je zag eerst de eerste minuut, was heel erg aftasten. Ja. Ik moest even wachten, want het is drie keer drie minuten. Ja. Kijk, uh, tijdens training hou je het wel vol, maar in de ring is het natuurlijk altijd heel anders. Je conditie is anders. Ja, ja, ja. Snap je, door de spanning, alles Versuring lijkt alsof... De ring is heel anders. Ja, precies. Dus ik moest echt even, even inkomen, maar op het moment wanneer die dieselmotor eenmaal was gestart... Ja, 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 ja. Was jij verrast? Doordat zij uh, op een gegeven moment zei van... Uh, ik kan gewoon niet meer verder? Nou, ik kan het eigenlijk enigszins wel begrijpen. Want je moet nagaan, heel die zaal was Team Dientje. Heel ja. die zaal. Ik had, heel, ik had wat wakker gemaakt. En ook voor de mensen die eigenlijk niet voor mij kwamen. Ja. Je zag zoveel publiek die meededen en meejuichten. Dus ze ook meegingen. Ja, dus het moment wanneer ik een, een stoot gaf of een trap... je hoorde ja. hee, van, door heel publiek. Ja, ja, ik ja. denk dat ze onzeker werd. En een, ja. Ze zag er wel wat groter uit en die benen heel ja, wat ze langer. Zat er fysiek zag, zat ze echt goed in elkaar, hoor. Ja. Ja, echt. Onderschat nooit iemand. Nee, onderschat nooit iemand. Zien. Nee, precies. Je moet nooit iemand onderschatten. Kijk, zei dat ze, ze zei dat tegen mij, ze is langer dit dat. Ik dacht, hier praat jullie maar. Ze is langer, dan pak ik alleen maar die benen. Je zag toch? Pak het alleen maar? Ik, ja, alleen maar die low kicks. Ja, ik pakte alleen maar op die low kicks. Ja, ik hoorde de commentator nog zeggen, hé hey, oh, ze heeft last in de been. Ze heeft ja. last aan de been, weet je wel. Toen, Ik weet denk je misschien al, dat, dat ze onzeker was was, uh, was geworden. Ja, ik had wel gehoopt dat ze wat langer ging vechten, zeker. Maar die acht tellen weer terug. Ja, zou jij bijvoorbeeld in een, ook in een, bijvoorbeeld in een studio kunnen vechten? In een lege zaal, zonder fans. Zonder niemand. Als je zeker met zo'n opkomst. Ik hoop het niet hoor, ja. ik denk het ook niet. Maar stel je voor dat, dat... Weet je dat ik... Jawel, dan is die heeft, druk voor mij wat minder. Ja? Ja, ja, dan is die druk voor en dan mij. minder. dan hoor je je minder. hoek ook beter, bedoel je. Nou. nou, mijn hoek hoor ik wel hoor. Sowieso hoor ja, ja. Ze zo, zo, zo zorgen ervoor dat je ze hoort. Nee, 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 ik hoor mijn hoek wel. Ondanks zoveel gejuich hoor ik. Ja. Ik hoor altijd... Trainer, ik hoorde hem zeggen, nu de krust die naartoe dan. En, en ik, oh, ik hoorde alles, nee maar. Je bent echt lastig, je bent echt op dat moment ben je bezig. Ja. En tegelijkertijd moet je luisteren naar wat er hoort. Ja. Hoe moeilijk is dat? dat is lastig hoor. Ja. ja. Want je kan niet altijd alles uitvoeren. Kijk, als je trainer zegt bijvoorbeeld stoot, maar ja. zij trapt, zij, zij, zij wijkt naar links of, ja. of naar rechts, ja, dan kan je even die stoot niet geven. Dus dan moet je heel even wachten mm -hmm. op de juiste timing. Ja. Maar ik moet wel zeggen, het is wel heel koud hier, hoor. Heb je het koud? Show. Ja, ik weet het, ik weet het. Het is, het is koud. Ja. Maar ja, daarom heb ik ook een theetje meegenomen. Yeah. Maar is alweer, hij is, al, is hij een beetje... Ja, hij uh, is dus gelijk hier... Uh... Ik vond het ook koud, zeker? En die is ja. zelf ook weer helemaal uh, afgekoeld. Gelijk koud hier al, hoor. <laughs> maar wat, wat zijn jouw... Ja, hoe ziet, jou, hoe ziet jou eigenlijk jouw dagelijks leven er voor de rest uit? Behalve dat je, kijk... 24-7 ben je natuurlijk gewoon moeder. Alleen, hoe ziet jouw dag eruit? Wat is het werk wat je doet en zo? Dat soort. Ja, ik uh, ben influencer, ja. dus van dat uh, werk ik ook. Weet mm -hmm. heel veel mensen niet, ja. maar ik werk ook daarnaast um, niet fulltime, maar uh, ik werk, ik werk natuurlijk wel. En uh, ja, nou, ja, ja, zijn en alle staande moeten zijn, is op zich al werk, dus ja, 24 <laughs> uur <hè? laughs> ja. ja, maar uh, voor de rest, ja, trainen, uh, wat heeft het toegevoegd? Trainen voor jou en. Ja, heel veel. Vrienden. Want je ja. moet echt aan, st aan een, aan een strak schema houden. Hoor. Dat was echt lastig voor mij om aan die schema te houden. Was, had, had je, heb je daar gehad dat je bij jezelf dacht: van, ik, weet je wat, ik, uh, ik kap er gewoon ja, mee? Ja, vaak genoeg. Wat was dan toen toch nog de reden geweest dat je doorging dan? Ik denk de druk. Social media. Ik denk van shit, ik kan niet meer terug, ik heb alles al gepubliceerd. Oh, zo ja. Ja, ik dacht, ja. oh, had ik maar niks gezegd. Ja, ja. maar dan, dan doet het toch nog iets met je. Hè? Dat, dat zijn mensen hè, die, die die druk voeren. Eigenlijk. Ja, tuurlijk. Maar die verwachten dan van jou dat je de ring in gaat. Ja. En bijvoorbeeld, ik zeg altijd, als een vechter ervoor kiest om de ring in te gaan en hij verliest, is het zijn verlies, zeg maar. Ja, want het moment kunnen... wanneer je wint, mm -hmm. iedereen, oh, gefeliciteerd ja, 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 ja. geweest. Is en het moment wanneer je verliest, ja. waar is iedereen? Ja. <laughs> nergens, is gone. Maar daarom is het ook zo belangrijk dat je je eigen keuzes maakt, denk ik. Ja. Het is echt uh, belangrijk dat je echt naar jezelf luistert, want... Mm -hmm. De menigte, hoe je het ook bent of keert, en dat klinkt een beetje vervelend, maar boeit het niet zoveel. Omdat aan het einde van de dag, als jij verliest, is het jouw verlies. Als je naar huis gaat, mm -hmm. dan ben jij daar met het verdriet. Ja. Die fans zijn naar huis en die mm -hmm. praten gewoon van, ja, ze heeft verloren, ha, jammer of dit of ja, dat, weet dat ik is veel. Echt zo. Maar jij moet ermee leven. Daarom is het zo belangrijk dat jij de keuzes maakt waar je achter staat. Ja, ik sta er ook 100% achter. Ook om door te gaan. Ook om door te gaan, maar ook om te verliezen. Ja. Want ik weet, moment wanneer ik verlies, kijk, mm. ik heb natuurlijk groot bereik op social media. Dus moment wanneer een influencer verliest. Eh, sommige mensen die hopen het. Ja. is een topic. Mm. Lekker voor haar. Ja, <laughs> ja lekker voor haar. Ja. ja. En daarmee moet je dan ook mee dealen. Ja, klopt, klopt. Het is lastig hoor. En net zoals, wat, wat vind jij bijvoorbeeld uh, ervan dat Badr Hari uh, ja, eigenlijk zo goed als gestopt is? Wat vind jij daarvan? eerlijk, ja eerlijk, ja dat mag je zijn hier eerlijk ja. namelijk. <laughs> um, ik denk dat het wel genoeg zo is. Ja. ja ik denk Was dat het, het wel. Is het juiste moment of wat het eerder moet gebeuren? Kijk, het uh, een vechter het blijft altijd in je, het blijft ja. altijd wel knagen. Dat dus je denkt van, oh, toch wel even de in. want ik ook na tien jaar denk ik, oh, toch wel even de in. Ja, maar op ja. een gegeven moment moet moet je wel echt een grens. Grenzen hebben van oké, okay tot hier en niet verder. Maar waar je hebt is die grens? Dat weet je, dat is zo. Ja, moeilijk. Weet je wel? Het, het is lastig. Kijk, na vijf, hij heeft vijf keer achter elkaar verloren, hè? Toch? Ik durf niet meer te hebt ja, Volgens mij vijf keer. <laughs> ja, of drie of vier ja, nou, nee, dus elkaar zijn keer verloren. zon. Zijn glorie carrière heeft hij er nog geen één gewonnen. Ja, hij heeft een paar keer achter elkaar verloren. Dus ja. ik kan ook begrijpen dat het mentaal super veel doet. Ja. Maar het lichaam, hoe ouder je wordt, ja. het, het gaat minder meewerken. Ja. En dat zagen we ook, een breuk of iets, of wat dan ook. Maar het vechter in hem, ja. dat hij door wou gaan... Ja. Da da dat is de vechter is, Dat, is, in die hem. Vechter. dat ja. is die vechter. En ja. um, ik kan heel goed begrijpen dat als je zelf de sport niet beoefent... Mm -hmm. dat het van buitenaf heel makkelijk praten is. Dat ja. iemand ergens mee moet stoppen. Ik werd laatst ja. door iemand van Chamstalk gevraagd... Um, uh, dat die Hestie Gerges die zou mee stoppen. De, mm -hmm. de man van uh, Denise Kierholt mm -hmm. En um, toen zei ik van... Een vechter is nooit 100% gepensioneerd. Nee. Echt niet. Want stel voor, Dina, dat tegen jou gezegd wordt... nou ja, we hebben voor volgende week uh, even een bokster nodig. En je krijgt dit en dit bedrag. Nou, mm -hmm. Dan ben jij toch gewoon klaar om te gaan, of niet? Dan ga jij toch naar de ring. Uh, Plaats je toch al afspraken op zaterdagavond? Als iemand tegen jou zegt, nu volgende week zaterdag sta je er... Nou, dan sta jij er, toch? Als het bedrag goed is als de teaching <laughs> ja. goed is dan ben jij je ja, gewoon fit toch ja <laughs> dus dat is een beetje hoe, hoe het werkt ja, maar ik inderdaad. denk op een gegeven moment hè, kijk je moet ook nagaan uh, op een gegeven moment draait het ook niet meer om het geld hè. je staat daar en je wilt toch wel winnen het is ja. niet denk van oh ja, ja een geld naar op begin denk je van oké okay, ja het verdient lekker ja. heb je verloren denk je van ja, uh, ja. op het moment Klopt. aan de ene kant denk keer ja, op het moment maar aan de andere kant denk je van ja maar wordt me ineens nu wel gevuld. Ja, maar. Het is een beetje dubbel. Klopt ja, want op een gegeven moment, als je wat ouder wordt, dan is het allemaal niet meer zo zwart-wit. Nee. Dus dan gelden er andere dingen die belangrijk mm -hmm. zijn voor jou. Hè? Ja. Want wat is, wat, is, wat is voor jou hartstikke belangrijk? Wat was voor jou het allerbelangrijkste in dit gevecht? Ondanks, even los van het winnen of verliezen. Nou, uh, wat het belangrijkste was. Nou, misschien kan je de vraag anders stellen. Wat heb je eraan oh. overgehouden? Aan het, he het hele proces. Wat heb je daar dan overgehouden, mevrouw Gabri? Ja, <laughs> niet zoveel vrienden eigenlijk. Niet? Nee, en ook weer neppe vrienden. Want eh, deze hele proces eigenlijk, um, heb ik echt pas mensen leren kennen. Ja. Echt pas mensen leren kennen. Kijk, mensen zien, uh, ze zien de shine, ze willen meeliften. Ze denken, oké, okay, En op welke nu manier het... willen ze dan meeliften? Gewoon elke opzicht. En met je zijn, met je bellen. Ik krijg ja. meestal, hey Tina, Podcast. alles goed? Nee, nee, nee. Ja, want jij was daarvoor, <laughs> hè? Nee, nee, nee. Ik maak een geitje. Ik maak nee, een geitje. nee, ja. jij, uh, Jullie spraken ik al, uh, al veel eerder. Nee, maar je merkt ja. gewoon... De mensen die je nodig hebt, ja. zijn er niet. En die je eigenlijk in principe... Je staat al jaren voor ze klaar. Maar waar zijn ze? Ja. Wanneer je ze echt nodig hebt, staan ze er niet. Dus ik ben, ik ben wel kaart op mijn bek gevallen. Ja, maar ik ben ook blij dat ik dit heb moeten meemaken. Um... Maar dat is ook wel hoe je karakter opbouwt. Dat is hoe je een karakter krijgt. Je wordt, op ja. een bepaalde manier word je verhard, maar je leert ook op een bepaalde ja. manier met een bepaalde situaties omgaan. En dat, is, dat is ook het ding dat je mm. op een gegeven moment niet meer boeit. Heb hebben ook heel hard geworden hoor? Ik zeg eerlijk. Ja. Ja. Waarom merk je dat? Um, gewoon. Ik hou ook geen rekening mee met iemands gevoelens. Helemaal niet. Nee. Dit, dit is het. het is, ja. uh, op een gegeven moment denk je van ja. Maar ik denk wel, kijk, want jij bent gewoon wie je bent uiteindelijk. En als jij ja. in principe zelf niet hard bent van jezelf, zul je aan het einde van de dag altijd toch wel diezelfde Dina blijven. Mm. Ja, wel. ja en kijk, nee. Kijk, bepaalde situaties... Je, je, je baat natuurlijk een schild op. Ja, en die, die is best wel hard geworden. Die is nu gewoon hard. En het is ja. moeilijk om daar doorheen te beuken. Ja, zeker. Ik heb wel echt, echt gemerkt dat uh, wie, wie, er, wie, er, wie, wie real is en wie niet. Ja dan mag ik echt zeggen dat mijn trainer wel echt een, uh, een real persoon een is. Hoor. Ja, mijn trainer uh, die... Wat uh, voor rol heeft hij gespeeld? Heel veel. In deze periode. Echt veel. Ja? Die heeft echt heel veel geduld met mij moeten hebben. Want natuurlijk, ik kom van niks. Ja. Tien jaar niks doen. Mm -hmm. En dan even twee maanden ja. je klaarstomen. Klopt, in acht weken tijd moet je ineens Mentaal. je daar omzetten. Ik kom altijd te laat. Elke dag kwam ik te laat met mijn kroks. <laughs> met mijn roze, roze Crocs. Ja, ik kwam ja, ja. altijd te laat. Mm -hmm. Ja, en, uh, en ik viel vaak... Ja, ik, vaak werd ik emotioneel tijdens training. Want je wilt geven. In jou zeggen je wilt geven, maar als je geen conditie hebt, kan je niks. Ja, kan je niks geven. Even geduld nemen moeten hebben. Veel moeten accepteren. Uh, tijd en energie in me gestoken. Dag in en dag uit petsen. Uh, mentaal ook maar op voorbereiden. Van je kan het. Uh, maak je maar geen zorgen. Je bent een vechter. Dus ja. Ja. Dat is, uh, hij maakt de vechter, hoor. Ja. Zeker weten. Zeg, die machine die op een gegeven moment na een minuut uitkwam. Ja. ja ik ja. hoorde hem constant schreeuwen: geef toch, ja, geef toch. Maar dan weet je toch ook een beetje waar je het voor moet doen. Dan weet je in ieder ja. geval dat jij niet alleen in die ring staat. Ondanks dat je er fysiek alleen staat. Nee, sta nee, nee. Team boel, die heen. stond er hoor. Ja, ja. we hebben even. Okay. Ja. <laughs> dat is dan waarschijnlijk ook wel misschien de voornaamste reden om uh, gewoon door te gaan. Ja, zeker. Toch? Als je maar ook goed te team komen, hebt, dan verdient hij. Sorry. En ook om op tijd te komen, dat verdient hij. Ja, eigenlijk, eigenlijk, <laughs> eigenlijk, wel, maar hij weet eigenlijk niet beter. Twee maanden lang. Als hij tegen jou zegt half acht trainen, weet hij zeg maar half negen. Ik ga vast die acht uur de deur uit, ben <laughs> je een uurtje later. Nee, ik ben niet een uur later, maar ja, het is maar wel gewoon steeds later. Ja, wel zeker vijf à tien minuten later. ja. ja. Maar wat zegt hij dan? Kijk, ik stel je 465 achter elkaar, dan houdt die gewoon. Hij trainen mee op, mij. Als hij zegt niks, gewoon rechtstreeks naar mij toe doet hij het niet. Wat nee. doet hij dan? Hij pakt heel die groep aan. Ik, denk, oh, <laughs> hij pakt heel die groep aan. Oh, die hele groep moet het vergelden, omdat jij laat bent. Ja, klopt. Ja, ja. En ik kom ook binnen, sorry, sorry, sorry. Ja, ja, maar... ja, ja. ja. Misschien dat je dat op een, op een bepaalde manier goed kan maken met ze, het hele team. <laughs> ja. Of, of gooi ik je nu in een hoek? <laughs> Dat ik het goed moet maken? Met het hele team. We Om... moeten het vergelden als jij laat bent. zeg je. Ja, Ik heb gewonnen. Mee. Wat willen ze Altijd. nog meer? Ja, dat, is waar. Hey. dat is waar. Dat is waar. Ik, ze ik, hebben ik, ik al het gekregen. heb het goed, ja, heb, het het goed gemaakt. Gekregen. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. En voor de rest, heb jij nog andere plannen die jij uh, op, op korte termijn wil gaan doen waar wij, van, waar wij eigenlijk nog geen weet van hebben of zo? Of is het eigenlijk nu van gewoon lekker rustig aan. Lekker uh, werken, moeite zijn natuurlijk. En voor de rest gewoon trainen, totdat er weer iets anders op je pad komt weet komt er een titelgevecht? Een titelgevecht, ja. nu al? Nu, al ik, zijn nu nog, al, ik zou jou nog twee, drie keer die ringen gooien, joh. Ja, maar. Zeg iemand het is anders. Niet op korte termijn, maar wie weet, want jij zegt toekomstplannen. Ja, ja. Op ja, korte termijn. Op korte, nee, op korte termijn. Wat is kort termijn in je ogen? Binnen nu en een half jaar. Wie weet. Jouw vraag voor mij, je weet. Klopt. voor ons allemaal een vraag, denk ik. Ja, wie weet. Ja. Wat gaat het worden? Wat denk jij dat het gaat maar worden? Maar wo hoezo vind jij ja. het uh, tekort? Leg ja. mij dat eens uit. Ja, omdat ik, ik heb altijd gewoon. Weet je wat het is? Als jij na tien jaar mm -hmm. nu terugkomt en ben jij teruggekomen. En je vindt die wedstrijd is dat goed. Maar omdat je tien jaar niet bent geweest, wil ik jou toch nog twee keer of drie maar, keer zien. Maar misschien gebeurt dat ook. Precies, precies. Misschien gebeurt dat ook. Ik ja. hoop dat het gebeurt. Ja. Als je aan mij vraagt, van waarom, waarom vind je het te kort? Zeg, zeg ik, de reden is dat ik gewoon liever iemand zie. Een vechter die ook daadwerkelijk beter wordt. Mm -hmm. Die ook zich ook gaat ontwikkelen. Want Stel je voor dat je hierna een titelgevecht krijgt. En je wint die titelgevecht. Mm -hmm. En daarna krijg je weer iemand en dan verlies je. Dan is het al heel makkelijk dat mensen zeggen van... Nou ja, zie je, twee keer en dan uh, verliezen ze weer kampioen van niks. Mm -hmm. In wijze van spreken. Weet je, begrijp je een ja. wat ik bedoel? En ik denk ook dat het voor een vechter zelf gewoon heel goed is als hij gewoon warm draait. Zeker als je een hele lange tijd niet bent geweest. Maar correct me if I'm wrong, hoor. Hé, hey, uh, ik hou mijn mond nog dicht. Ja? Ja, ik hou mijn mond nog dicht. Zijn je plannen nog voor de rest van vandaag? Heb je nog druk? Uh, nou, vandaag eigenlijk de eerste keer na uh, 5 november dat ik weer ga trainen. Ja. Ik heb even rust voor mezelf genomen. Mm -hmm. Vind ik eigenlijk nog wel te kort. Ik waren liever op vakantie. Na twee maanden, dag één dag uit. Trainen, 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 trainen. Ja. Op een gegeven moment raakte zat. Ik denk, oh, ik wil even links laten liggen. Ik wil even gewoon rust. Ja, ja, ja. Dus uh, ja. Dus Vandaag gaan we trainen. We gaan uh, zo dadelijk die kleine ophalen. Er uh... zit wel een bepaalde routine in dan, hè? Ja, tuurlijk. Weet je wel. En heb je dat gemerkt toen je dat niet had? Zeg maar. Want op een gegeven moment begin je inderdaad dus met zo'n trainingskamp, je begint te trainen weer. Maar daarvoor de, trainde je toen al voor jezelf of deed je eigenlijk in principe ja, gewoon helemaal af en, Ja, af en toe hier en daar ja, trainen, ja, ja, ja. maar dat was echt gewoon een week een keertje of drie weken weer niet en dan weer eventjes wel. Wat, ja, dan... precies. Het is gewoon even gewoon voor de lol. Maar um, na de zomer ging mijn dochter ook weer naar school ja. voor de eerste keer in groep mm -hmm. 1. Dus ja. de hele structuur, alles veranderde. Mm -hmm. Alles veranderde. Dus ze moet naar school. Ja. Um, ik moet rekening houden dat zij ook op tijd naar bed moet. Dus dat betekent: regel dan ook uh, op tijd een oppas ja. voor haar. Dus dat was dan mijn moeder, mm -hmm. uh, dat ze ging oppassen. Ja, ja. Dus uh, er veranderde heel veel in de korte tijd. En ga je dan maar ook even staande zien te houden, want het is moeilijk, hè? Vier jaar lang geen school in de ochtend, ja. uh, en dan wel school. Um, uh, op begin. Dientje's lifestyle. Ja, <laughs> echt. Dientje's lifestyle. Ja, nee, ik wist niet eens. Ik dacht, ze kan gewoon pakje drinken mee naar school. nemen, maar het is gewoon een drinkbeker met siroop of iets. Heel veel dingen Ja, wat het zijn van hele kleine dingen die je ja. daadwerkelijk maken. En als, ja. je dat, als je daar een van die bepaalde dingen niet bij hebt, dan kan het al heel veel van je dag verprutsen, zeg maar. Het ja. Ja. was goed je gesproken te hebben, Dientje. Ja. was echt leuk dat je er was. Wacht even. Dintje, Dientje zag geen dientje zijn als we niet even de rollen omdraaien. Eventjes. Hebben ja. we tijd. Zeker. Ja, het de bedoeling dat je zegt, ja. van, nee, er is geen tijd. Er is tijd, zeker. Met wie hebben we te maken? sterren van de toekomst. Met wie hebben we te maken? Ja. Nou, zoals de meesten mij kennen, uh, mijn naam is Jamal Attayab. Uh -huh. Of tenminste Jamal, zoals de meesten mij kennen natuurlijk. En uh, ja, ik ben uh, de host en de eigenaar van dit platform. Oké. Okay. En wat ja, dat is lastig, hè? Als we nu <laughs> even de rol omdraaien ja het ik heb geen probleem. Ik, ik heb je gezegd we gaan de rollen omdraaien ja, ja, jij bent nu eventjes sterren van toe. ik ben gewoon jemmen ja let's go maar wat doe je in het dagelijks leven wat doe ik in het dagelijks leven ik ben de laatste tijd alleen maar eigenlijk bezig met dit, soort, met dit platform mm -hmm. uh, hoe de kost verdienen is door verschillende instanties een beetje te gaan filmen voor verschillende mm -hmm. mensen en op die manier kom ik rond want tot op heden gaat het goed dus dat, uh, dat ja doen want we. ik zie je op verschillende galas uh, Ook, kickbox galas zeker? vooral vooral dat ja um, wil je niet iets anders dan alleen het kickboksen filmen? Want ik ja, zie daarom, eigenlijk voornamelijk... Daarom, ja, daarom, daarom ben ik blij dat ik deze podcast ben kunnen beginnen. Want dan kom ik nu in aanmerking met allerlei andere talenten die ook verschillende dingen doen. Kijk, bijvoorbeeld jij bent een ondernemer. Mm -hmm. En daarnaast vecht je ook. Maar je bent ook een ondernemer. En dan uh, vind ik het ook leuk als ik bijvoorbeeld een keer een artiest heb. En weer iets over zijn wereld te weten komt. Daarom is het zo goed dat, we, dat ik dit heb. Oké. Okay. Dus uh, het is niet zo dat ik alleen maar voor het kickboksen... Maar sport je zelf ook? Goed, dat is een hele confronterende vraag. Ik heb het altijd gedaan. Dat is ja? een nee, hè. Hetzelfde als een nee. Dat is anders. Je hebt het altijd <laughs> gedaan, maar je doet het niet meer. Ik doe het niet meer. Ik heb tot dan ja. drie weken geleden heb ik weer eventjes op het, uh, op het veld gestaan. Ik heb wel altijd gevoetbald. En uh, vond ik wel leuk. Maar ik moet je eerlijk zeggen. Na vijf minuten kan je maar gewoon in de bus zetten, hoor. Ja, is om, gewoon te, klaar. Het is het uh, finito? Ja. Ah, ik vind het nog steeds leuk om te doen. Mm -hmm. Weet je? Alleen uh, conditioneel... Uh, als ik echt als, als ik nu echt weer wedstrijden zou moeten doen, mm -hmm. dan zou ik gewoon weer vijf zes keer in een sportschool moeten zitten. Ja, en dat gebeurt niet. Ja. Als ik wil, als ik weer het veld weer sta, maar ik vind het nog steeds hartstikke leuker. Dus zo nu en dan doe ik nog met vrienden mee, mm -hmm. vrienden team. Dat vind ik leuk. Oké, okay, we hadden een interview. Um, waar was die interview? Mogen. Ja. Oh, we hadden een interview tijdens de persconferentie van pers, Rivals. En uh, jij ging, ja, bij die persconferentie ja. in, inderdaad van uh, van Rivals. Ja. Uh, je ging even uit je rol. Ik ging even uit mijn rol, ja. Ja, want je zei je, mijn moeder is ook alleenstaande ja, moeder. Ja, ja. Hoe ervaar jij dat? Ja, ik. Uh... Want je bent een jongen, kijk, ik ben een vrouw. Ja ja, ja, ja. En als je het vraagt aan mij, als alleenstaande moeder, Ja, ik moet me er doorheen zien te vechten. Ja, als vrouw, zijnde, als, ja, ja. Ja, als jong, ja, jong meisje. Hoe jij? Ja, kijk, als, als, als man, denk ik, als stel je voor dat je een uh, jongen zou krijgen. Mm -hmm. uh, is het bijvoorbeeld heel makkelijk voor een jongen om over een vrouw heen te walsen. Weet je wel, als hij wat ouder wordt. Ik heb dat gelukkig nooit gehad. En ik ben ook wel zeg maar. Uh, soms ben ik wel, hoe noem je dat, zeg maar. Verbaas ik mij over mijn moeder. Omdat, kijk, mijn vader overleed toen ik zeven was. Oh, nee. Dus, op um, dat moment ben je altijd samengebleven. Mm -hmm. En ik heb nooit, zeg maar, echt het gevoel gehad dat ze het zwaar had, omdat ze dat waarschijnlijk altijd verbergde. Maar aan de andere kant, daarom zeg ik, ik verras me heel erg, uh, ik ben heel dankbaar, mm -hmm. maar ook, ik verbaas me heel erg over de moeder die zij is. Weet je wel, en daarom heb ik zoveel respect voor alleenstaande moeders. Want. Ik heb van dichtbij gezien hoe hard dat kan zijn. Mm -hmm. Maar ik bedoel, ik ben ook een puber geweest en dan ben je ook moeilijk en uitbundig yeah. en wat dan ook. Ik ben voor de rest gewoon een, een rustig iemand. Maar ik kan heel goed begrijpen dat voor, voor een aanstaande moeder dat het echt heel zwaar is. Man. Dus alleen maar respect, ook voor jou. Ja, maar toch wel mooi om te horen hoe jij erover denkt. Want men ja, ik maak ziet het zelf jou. mee, hè? Ja, dus men ziet jou. Mee. Maar we willen ook weten wie jij bent. het ja. scherm. Je, je, je stelt de vraag. Daar ben ik niet voor, hè? Maar ja, maakt ja, niet uit. Maar, maar men wil het, wilt het wel zien. Klopt, want ik was daar ook geïnteresseerd. Wie naar, want is. tegenover uh, wie. Die is de persoon die ja, op jou zit vandaag. Precies. Door, ja. Wie ben jij? Maar. Ja, dit is, dit is een beetje wie ik ben. Gewoon, weet je, alleen. Ja, enig kind, weet je wel fantastische familie. Voor de rest, uh, mijn moeder die heeft het eigenlijk al die jaren <laughs> met me kunnen uithouden, mm -hmm. dus dat doet ze hartstikke goed. En uh, daarnaast uh, weet je wel, ben ik gewoon hartstikke blij dat ik dit nu mag doen. Mm -hmm. Omdat, uh, kijk, zelfs ieder jong, zelfs ieder kind wist, wist ik ook wel dat ik gewoon uh, voetballer wilde worden. Wat dan ook. En op de pleintjes was Als je iets van jij... gewoon kniebesuren? Nee, 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 enkel. Nee. <laughs> <laughs> enkel, 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 enkel. Sorry, nee, moest ik heb uh, wel knieblessure, maar aan beide knieën. Ja, ik kon niet voetballen. Maar je wel, ben je dat je was serieus was of het is Nee, gewoon... nee um, ja, ik had, had ik talent. Ja, ik kon wel voetballen. Net als alle vriendjes uit mijn buurt. Maar het was nou niet zo dat ik eruit sprong, weet je wel. En daarbij een, een kind van vijf, zes, uh, waarvan zijn moeder een, uh, een auto heeft een pa -papa en papa en dat is ook veel makkelijker om bijvoorbeeld naar de club te brengen. Hè? Mijn moeder kon dat nooit. Snap je? Ik kon niet uh, mij naar die club brengen en weer ophalen en dit en dat. En neem elkaar ook nooit kwalijk, want dat is gewoon een beetje hoe dingen zijn gelopen. Ik heb voor de rest gewoon altijd op een bepaalde leeftijd zelf de keuze kunnen maken om op een club te gaan. Dat mm -hmm. heb ik wel gedaan. Maar het was nooit zo dat ik bij mezelf dacht van, ik ga het nu, uh, ik ga het nu wel even flikken of zo. Ik, ik ga echt een prof worden. Ik heb wel een beetje de uh, discipline opgebouwd een karakter gekregen van, weet je wel, van dat je zelf keihard moet werken ervoor. Mm -hmm. Maar toen kwam er een punt dat ik realistisch werd, dat ik dacht... Gaat hem niet worden, maar je haalt heel erg van praten en zo erover. Dus misschien moet je iets gaan doen, zodat je het erover kan hebben. Mm -hmm. En naarmate de tijd, naarmate de grind. naarmate de struggle, naarmate naar verschillende keuzes maken die niet goed voor je vielen, is dit gekomen. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Ja. Ik ben trots op je. Ja. Is dat zo? Ja, vind ik hartstikke lief dat je dat zegt. Ja, ik eh. weet dat heel veel mensen het niet andersom doen, maar ik wel. Ik wil weten tegenover wie ik zit. Ja. Dus, ja. Nou, dit is dus de persoon die tegenover jou zit. Dan krijg ja. je twee dingen. Maar ook respect voor jou. Dankjewel. Ja. ja, ik vind het altijd heel ongemakkelijk omdat met. is niet ja, erg. Het is een beetje, kijk, het ding is, ik vind hartstikke lief, die berichten van mm -hmm. dat ik het goed doe. Maar omdat ik misschien wel zelf soms iets te hard ben voor mezelf, mm -hmm. is het soms heel moeilijk geworden om complimenten te ontvangen. Omdat ik continu aan het kijken ben naar wat ik beter kan doen. Kijk, als jij nu de deur uitgaat mm -hmm. en ik krijg van Jesse mijn uh, het documentje te zien daar binnen kan het kijken. Van, okay. Nee, nee, nee. nee kijk, videoen. luister, ik ga je vertellen. Hè. Ik ga je even, even nu vertellen. Je moet nagaan, je zit tegenover een influencer. Ja. Ja, men wil niet ook alleen mij zien. Maar wie? Wie zit tegenover haar? Ja. Ze willen het ook wel zien. Hm. Snap je? Want ze zien je vaker op kickboxchalen, vaker ook filmen. Maar ja. het is niet alleen maar het filmen. We snappen dat je het leuk vindt. Ja, ja, ja. Maar wat bij is gebleven ook bij vele anderen, hm. dat jij zei: van, Ik val uit mijn rol. En ik ja, moet je complimenteren. complimenteren. Jazeker, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat is mij bijgebleven. Ik kijk naar jou. Ja. En ik zie die alleenstaande moeder. En dan valt eigenlijk de rest bij mij weg. Mm -hmm. Dus ik dacht, weet je, ik pak hem even op zo. En dan ga ik weer terug. Ja, maar alhamdulillah, aan alle tijden. Snap je? En dan vond ik het hartstikke mooi om te zien. En toen dacht ik van, hé, hey, of je nou wint of niet, maakt mij eigenlijk verder niet eens meer mm -hmm. uit, joh. Weet je? Ja. Dus uh, daarom vond ik het ook wel mooi. Weet je. Met, met je dochter zo op je schouder en zo. Vond ik wel geinig om te zien, begrijp je? Maar wie zat er in die, uh, in die teddybeer? Jessin. Jessin. Dus jij in die teddybeer? Nee, nee, nee niet die Jacin. André Jessin. Oh, Nee Nee, nee, Jacin die bij ons traint. Ja, hij zat erin. Ja, een, van, oh. een van onze toppers uh, ja, op uh, ja, 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 ja. Van de gym. Ja, hij zat erin. Boy, ja, dat is, weer de, dat is het broertje van ja? Kerim die na mij ging vechten. Die, die, uh, die, hij gaf een KO. Ja, 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 ja. Dat is zijn broertje. Dat is zijn broertje. Ja, dat is zijn broertje inderdaad. Oh. Ja. Maar je hebt, je hebt veel van die andere partijen ook gezien. Welke partij is jou het meest bijgebleven? Uh, ah. Die van uh, Barkoes, heet die toch? Oeh, ja, ja, klopt, klopt. van Barkoes, ja. ja. Tegen uh, Osaro. Hé, hey, kijk, hij deed het goed, maar... Hij kreeg toch een links-rechts. En hij, Ach, het, hij was eigenlijk een knockout, maar hij stond nog. Ja, hij, hij wankelde en, en dan was het wel echt klaar. Ja. Ja, klopt. Maar ja, die is maar bijgebleven. Ja, ja, dat was echt een goede partij, man. Ja. Dat. En uh, poeh, die knockout van Mokadem. Ja, dat is dus van ons. Die, uh, is die van jullie sportschool? Ja, is yes, van ons, van Kerim. Kerim oh. had, uh, oh, ja, was... had. hem negeracht. Ne ne ja. Oh. Dat is de broer van Yes. Want ik stond op de achtergrond met iemand te praten en ik hoorde alleen maar geschreeuwd. Dus ja, we nou. gingen rennen. En ik kijk en ik zie die, ik zie ja. die liggen. Ik had een, ik had een interview. Ja. En ik, ik hoorde iedereen, maar ik hoorde ook oh van ja, dat ja, er een knockout was toch? gevallen. Ja. Je hoort meestal vanuit publiek. Ja. En ik keek. Het enige wat ik dacht, van, oh nee, want die ging echt goed neer. Die ging goed neer. Ja, ja, Bijna ja, eng ja. neer. Want ja. Die ging vlak ja, naar Ja. Ik in. schrok hoor. Het ja. was een, het was een, uh, het was een uh, engel knockout. Ja. Dus ja, mokadem. Ja. Ook ik hoop dat hij uh, op dit moment gewoon goed maakt. Dat ja we je snel weer terugzien. Want dat was echt. Ja, oh, wow. ik hoop wel dat hij... Uh, nee, maar het, 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 het gaat goed met hem. Ik heb natuurlijk gesproken, ook namens ons team Boer Kijk, het is een gruwelijke knockout out geweest. Je weet nooit wat iemand schade op kan lopen daarna. Precies, ja. Dus ook ja, namens ja. ons Juist hadden we ook het zo gewoon mede willen we er eigenlijk zo graag naar kijken. Eigenlijk dat het een gruwel hè? Nee, nee, kijk. Ik zeg je heel eerlijk, ja. zo'n erge knock-out is voor mij nee. Ja, uh, zo word uh, je je er zelf eng of, van, he? Of achter... Ja, het, je dat, je er zelf dat, eng van. Het, ja. het was een enge knockout. out Ja, en, uh, ja, ook namens ons team BoerDief wensen we hem echt veel sterkte hoor. Zeg maar. Ja. maar volgens mij gaat het wel goed met hem. Ik hoop dat ik je niet te veel van je tijd heb gevergd. Of nee. Ik hoop niet dat ik te veel van je tijd heb gevraagd. Nee, nee. Dus uh, ik ga jullie ook bedanken. Uh, deze podcast is ook te beluisteren via Spotify. Dus als je in de auto zit, in de trein, in de bus of op de fiets. Zeker op de fiets zou ik je aanraad niet via YouTube te kijken, maar gewoon lekker via Spotify te beluisteren. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Dag. Bed, I